Met wat voor gevoel ben jij in Almelo aangekomen van het zomer? Nou, eigenlijk vanaf de eerste dag gewoon met een goed gevoel. Ik werd gelijk goed opgenomen door de staf. Vrij snel op trainingskamp gegaan en dan leer je jongens goed kennen. En duidelijk gemaakt wat mijn doel is, wat het doel van de club is. En daar kon iedereen zich in vinden. Dus ja, met een heel goed gevoel. Heb je ook de opdracht meegekregen van we moeten weer terug naar de Eredivisie? Nou, kijk, een opdracht, die hebben ze denk ik aan de meeste trainers meegegeven. Maar als je eergevoelig bent en je ziet de club, je ziet de organisatie, dan wil je ook maar één ding. En dat heb ik ook aangegeven. Dat was ook een van mijn eerste vragen die ik stelde aan de club. Wat zijn jullie van plan? Want je kan ambitie hebben, maar je moet de ambitie ook waar kunnen maken. Nou, het antwoord was duidelijk en mijn antwoord was daar ook heel duidelijk op. Dus dan heb je al 1-1. Dan moet je de spelers overtuigen. Die waren er eigenlijk ook heel snel bij. Dus iedereen weet wat we van begin af aan hebben aangegeven. Dan zijn de oefenwedstrijden voorbij. Je kijkt naar het begin van de competitie en dan komt ADO op bezoek. Fantastische wedstrijd. Je staat met de rust al met 4-0 voor. Ja. Nou ja, ik kijk, je weet dat het moeilijk is, want ook ADO had een hele goede voorbereiding gehad. Had niet verloren, tegen aardige tegenstanders. Hebben ook die ambitie die wij hadden, dus dan ga je ervan uit, is gelijk een concurrent. En ik vond dat wij daar een van onze beste wedstrijden hebben gespeeld. De wedstrijd hebben gedomineerd. En dan moet je ook terugkijken. We hebben natuurlijk ook het geluk gehad dat we vrij snel scoorden uit de vrije trap van Marco. En dat draag je op vleugels. Ik denk dat het publiek gelijk heel erg achter stond. Dus nou, zo'n eerste wedstrijd ja, is dan voor het gevoel gewoon heel erg belangrijk. Merk je op zo'n moment ook al van het klopt misschien nog niet helemaal in bepaalde linies? Nou, dat merk je altijd. Wij zijn vrij kritisch. En ik vind dat moet je blijven zijn. Ik heb altijd geleerd dat stilstand is achteruitgang. Dat is voor ons persoonlijk, maar dat is ook als team. Dus je hebt altijd dingen die je kunt ontwikkelen. En we hebben een aantal facetten in het, de eerste helft hebben we heel veel aandacht gegeven. En daar hebben we hele goede stappen in gemaakt. En er zijn nog een aantal dingen die beter kunnen. Ik ben wel een trainer die denkt altijd vanuit balbezit. En ik denk dat we daar goede stappen hebben gemaakt. Maar balbezit tegenpartij, denk ik dat we nog betere stappen kunnen maken. Nou, dat zijn dingen waar we ook aandacht aan besteden. De competitie loopt wat verder. Het is Jong Utrecht, het is Jong PSV. Daar win je van. En dan komt MVV op bezoek. Ja. En dan denkt iedereen van, nou, dat doen we even. Maar je ziet waar MVV nu staat. In het begin, zeg ik ook, in het begin heb je geen ranglijst. Dan gaat het vaak wie is het scherpste. Maar MVV vind ik een goed elftal hebben. Die ons prima onder druk zetten. Die er onder, zelf goed onderuit voetbalde. En waarin we op 2-0 achterstand kwamen. En daarin zag je toch ook wel een beetje dat we een ruggengraat hebben in het team. En die is denk ik vaak belangrijk gebleken. Dat we ook vanuit een achterstand terug kunnen komen. Dat we een team zijn. En uiteindelijk 2-2. En ik denk als die wedstrijd nog 5 minuten langer had geduurd dan we gewonnen hadden. Maar op zich kan dat een keer gebeuren. Niet verontrustend? Nee. En dat is hetzelfde wat er gebeurde naar de rand. Ja, dan krijg je Ajax. En Ajax speelde met een goed ploeg, met een goed team. Maar het mag ons niet gebeuren. En het gebeurde ons toch een keer. En daar moet je alleen maar van leren. Want wat ik al zeg, ik denk dat wij in de competitie nog wel een keer zo'n wedstrijd tegen gaan komen. Alleen, hoe ga je daarmee om? En wat zet je er tegenover? Ja, die 4 september, die maandagavond, dat was echt een wedstrijd waarin Heracles van het veld werd gespeeld. Ja, nou, wat ik al zeg, dat kan een keer gebeuren. Ja, ik vond dat wij het aan ons eigen te wijten hadden. Hè, dat wij ze veel te veel ruimte gaven. Maar dat kan een keer voorkomen. En daar moet je niet van slag raken. Hè, dat, wat ik al zeg, dat zal best nog wel een keertje gebeuren. Alleen dan moet je zorgen dat je sterker terugkomt. En dat denk ik dat we er gedaan hebben. Ja.
op een gegeven moment zul je wedstrijden tegenkomen dat je denkt van nou, die moeten we winnen en dat gaat niet gebeuren. Dan ga je verder en dan, ja, dan heb je wel eens het gevoel van oké, als we deze wedstrijd nou winnen dan, en we pakken de volgende, die gaat verder rekenen. En wij hebben dat toen eigenlijk een beetje achterwege gelaten. Toen hebben we ook gezegd van we kijken van wedstrijd tot wedstrijd. En dan kijken we wel waar we na de eerste periode staan. En eigenlijk hebben we dat zo tot aan de winterstop gedaan. Ik kijk nooit verder als één wedstrijd vooruit. De eerstvolgende is de belangrijkste. En die moeten we winnen. Daar gaan we alles voor doen. En uiteindelijk hebben we dat denk ik ook naar Ajax gedaan. En dan kun je nog wel eens een keer een nederlaag tegenlopen. Maar dat heeft ons wel verder gebracht. Zoals bijvoorbeeld de nederlaag tegen PEC Zwolle. In Zwolle en niet verdiend. Nee, maar ik vind dat wij toen een periode van een minuut of 10, 15 gewoon slecht hebben gespeeld. En dat wordt afgestraft met 3 doelpunten. Dus ook daar moet je van leren. En wij hebben deze periodes nog wel eens in wedstrijden. Waarin wij gewoon periodes minder zijn als dat we normaal kunnen zijn. Zelfs de laatste wedstrijd tegen Dordrecht, die met 8-1 wint, vond ik dat wij een fase hadden waarin Dordrecht de betere partij was. En dat zijn momenten die bij ons nog beter kunnen. Wel wedstrijden waarin jij je hele ploeg, achterhoede, middenveld, aanval, op orde krijgt. Ja, maar dat is denk ik ook de kwaliteit die wij in de ploeg hebben. Dat is ook de kwaliteit denk ik van ons als trainers, dat we dingen zien, aangeven en dat ze het kunnen verbeteren. Zo zul je vaak zien inderdaad dat we de tweede helft goed uit een kleedkamer komen. Dat is niet altijd het geval, maar vaak wel, omdat je dan wat dingen om kunt zetten, wat makkelijker om kunt zetten. Maar dat heeft ook te maken met de volwassenheid van de ploeg, die steeds meer vorm begint te krijgen. Ik denk dat we in Almere de eerste helft een van de beste wedstrijden hebben gespeeld van dit seizoen. Ik vond dat we daar erg goed speelden. We kwamen op 2-0 voorsprong. Je had eigenlijk 3-4-0 moeten maken. En na rust hebben we weer dat momentje van een aantal minuten. En dat kwam ons, dat is ons een paar keer overkomen. En dat hebben we ook heel duidelijk besproken na die wedstrijd. Hoe komt het dat wij dan een doelpunt tegenkrijgen en gelijk daarna weer een kans kregen of weer? Daar hebben we over gesproken en daar hebben we toen een paar conclusies getrokken en met het elftal erbij. En ik denk dat dat nu veel beter geregeld is als toen. Jij doet heel veel met je elftal erbij en met de videoanalist erbij. Ja, ja. Ja, beelden liegen niet. Dus wij verwachten veel van onze spelers en je kunt altijd dingen onderbouwen met beelden. En ik vind ook als jij iets wil, moet je daar heel duidelijk in zijn. De manier van spelen, de manier van voor de goal komen, de manier van afwerken. En daar proberen wij heel duidelijk in te zijn. En dat kan altijd onderbouwd worden met beelden. Dan zijn het de supporters en misschien ook wel de trainerstaf en de spelers die erg opzien tegen de uitwedstrijd tegen Willem II. Maar het gaat goed. Ja, nou ja, kijk, Willem II is een ploeg die van begin af aan eigenlijk ook had verondersteld dat ze erbij zouden zijn. Uit je geboortestad? Ja, uit mijn geboortestad, maar ik denk ook dat ze een goede ploeg hebben. Dus het zijn lastige uitwedstrijden. Maar als je ziet hoe wij die professioneel spelen. En ook na de 1-1 blijven spelen om de overwinning. Dan kun je zeggen, ja, jullie hebben geluk gehad, in de 90e minuut scoor je de 1-2. Maar wij zijn er wel naar op zoek geweest. Thomas Bruns. En dat dwing je wel eens af. Je kunt ook zeggen, we zijn tevreden met 1-1 en we gaan verdedigen. Nee, wij denken, en dat is wat ik net ook al aangaf, ik ben een trainer die veel vanuit balbezit denkt. Wij denken nog steeds van, we kunnen proberen hier ook nog die 2-1 te maken. En daar zullen we altijd voor voetballen. 3 nederlagen in de eerste helft van de competitie, 1 gelijkspel. Eerste plaats, 5 punten voor op het hele verdere veld. Dat moet toch een genoegen geven. Ja, dat geeft een genoegen, maar voldaan zeker nog niet. Ik vind, dat heb ik ook tegen die jongens gezegd, je bent halverwege.
Dus we hebben nog niks. Ja, we hebben een periode, het vangnetje, zoals ik het altijd noem. Maar wij moeten gewoon doorgaan. En eigenlijk van wedstrijd tot wedstrijd. Hè. Iedereen begint nu over de maand januari. Moeilijke maand. Veel moeilijke uitwedstrijden. Ik begin over 6 januari, waarin we tegen Jong AZ spelen. Wat ik een hele goede ploeg vind. En die hetzelfde heeft als Ajax, die je kan verrassen. Nou, daar moeten we. Als eerste moeten we daar voorkomen dat we daar punten gaan verliezen. Al met al kan je stellen dat je over de eerste helft van de competitie een tevreden man bent. Als we zo'nzelfde tweede helft krijgen, dan teken ik er gelijk voor. Want dan sta je nog bovenaan. Dus nee, ik ben tevreden met de ontwikkeling die we als team hebben doorgemaakt. En nogmaals, ik vind dat we een goed elftal hebben. Maar dat nog steeds voor verbetering vatbaar kan zijn. Dus het is niet zo dat je denkt bij jezelf van eerste helft redelijk tevreden, maar de tweede helft zou wel eens helemaal anders kunnen zijn. Nee, maar dat moet ook niet. Je moet kijk, er zijn een aantal dingen die doen we heel goed in dit elftal. Nou, daar moet je mee doorgaan, daar moet je veel aandacht aan besteden. En de dingen die kunnen verbeteren, die moet je steeds beter proberen te maken. En daar ligt nog een hele mooie taak voor ons. Alle clubs die een klein beetje bij je in de buurt staan, die krijg je of uit of thuis. En PEC Zwolle is natuurlijk een van de allerbelangrijkste, want die staat het dichtst bij jullie. Ja, en NVV krijgen we daarna en Eindhoven krijgen we daarna. Dus het is inderdaad een hele interessante maand. Maar wat ik al zeg, je zult daar misschien wel een wedstrijdje verliezen. Daar moet je niet van onder de indruk raken. Niet van in paniek raken. Wij hebben een doelstelling en die doelstelling die is op het eind van dit jaar promoveren. Kasper Loening is vertrokken. En je hebt een nieuwe centrale verdediger aangetrokken. En dat is Kava Cestic. Hadden we al niet genoeg centrale verdedigers? Nou ja, ik denk dat, want je vergeet Meli nog, die is ook vertrokken. Een middenvelder. Ik denk dat je altijd moet kijken naar kwaliteit. Ja, we hebben kwaliteit. Maar op het moment dat er zoiets voorbij komt, en deze jongen die is al een lange tijd bekend bij ons, en er komt zoiets voorbij, dan moet je ook naar de langere termijn kijken. En dat doen we als club. We kijken niet alleen naar nu, we kijken ook naar volgend jaar en het jaar erop. In de maand januari gaat de transferwindow weer open. Kunnen we nog meer verwachten? Nou, ik denk dat we altijd kijken, maar wat we al zeggen, wij zijn heel voorzichtig met wat we aan onze groep toevoegen. Want ik vind dat het een toegevoegde waarde moet zijn. Niet alleen op voetbalgebied, maar ook in de doelstelling die we hebben. Dus wij zijn daar altijd mee bezig. Een spits? Een rechtsback? Ja, maar wat ik al zeg, als wij iets tegenkomen dat onze groep kan versterken, hè, dan zijn we daar zeker mee bezig. En dat hoeft niet per se die specifieke posities te zijn die je zegt. Wij zullen daar altijd, hè? Je zegt het net zelf, we hebben voldoende centrale verdedigers. Maar Justin kan ook op 6. Je ziet Marco Rente kan ook naar de rechtsback positie. Dus wij blijven altijd naar kwaliteit kijken. Dus, met andere woorden, fijn dat het publiek en de supporters van Heracles er zo enorm achter hebben gestaan de eerste helft. Dat hebben we ook de tweede helft nodig. Met andere woorden, je kijkt optimistisch naar de tweede helft van de competitie. Ja, maar ik ben wel altijd iemand die optimistisch is, dus... Zo kennen we je ook. Ja, nee, maar dat heb ik ook. En zo ben ik ook. Maar ik vind inderdaad de steun die wij gehad hebben van het publiek. Want we hebben het hier over 11.000 mensen, maar we hebben het op elke uitwedstrijd, een uitvak helemaal vol. Ja, dat is iets wat ons ontzettend steunt. Waar de jongens gewoon een boost van krijgen. En dat geeft aan dat de supporters er ook achter staan en zien wat we doen, hoe we werken. En nogmaals, we zullen best nog een keer verliezen. En we zullen nog wel een keer verliezen, maar we zullen wel altijd elders geven. En ik denk als je dat bij deze ploeg doet, dan dat is het allerbelangrijkste. Dus dat is ook wat wij van onze jongens vragen. Je mag een wedstrijd verliezen, je mag een keer iets verliezen, maar je moet wel alles geven. En op het moment dat je dat doet, hebben wij voldoende kwaliteit dat het weer boven komt drijven. Als je op het einde van de competitie staat waar je nu staat, dan kan het niet meer stuk. Nee, dan tekenen we wel. Dus daar hopen we op.